zaterdag, laten we daarbij houden dat we die punten zijn. Gauw vergeten. En op naar de training van vandaag en naar zaterdag. Ja, dan sta je gewoon echt goed, man. Ja, ik doe je knietjes op. Ja, ik doe het goed. Maar ook weer goed, hoor. Ja, dan schakel. Goed. Sven, hoe kijk je terug op de afgelopen periode? Ja, ik denk dat we best wel een lastige start hadden met de eerste wedstrijd tegen DSO. Ik denk dat de verwachtingen best wel hoog lagen na de voorbereiding. En dan is toch de eerste wedstrijd wel teleurstellend. Alleen ik denk dat we daarna wel echt goed hebben opgepakt met 3 mooie overwinningen. Dat zeker. Afgelopen zaterdag ging het iets minder, maar dan nog 3 punten, 2-0, 0-2. Ja, ik denk dat er iets veel gesproken wordt over dat we misschien een wedstrijdje wat minder spelen. Maar uiteindelijk win je wel gewoon met 0-2. Dus ja, ik vind dat uiteindelijk dan vrij onnodig. Ik heb liever dat we dan lelijk winnen dan dat we goed spelen en gelijk spelen of verliezen. Dat ben ik helemaal met je eens. Dan naar aanstaande zaterdag, RCO hier op de Kikkerpolder thuis. Wat verwacht je van die wedstrijd? Ja, ik verwacht misschien wel een beetje vergelijkbare wedstrijd als tegen Van Nispen. Er zal veel publiek zijn met een gezellige sfeer na de wedstrijd, denk ik ook. Ik begreep dat er aanstaande zaterdag ook een zanger is. Dus, maar laten we eerst gewoon een leuke wedstrijd tegemoet gaan. En hopelijk een overwinning. Ja, laten we hopen dat het gewoon over het algemeen een hele mooie dag wordt. Met een goede overwinning en een gezellige avond, middag daarna. Maar makkelijk zal het niet gaan tegen RCL, want de laatste weken zetten ze behoorlijke resultaten neer. Ja, ik denk dat wij tegen niemand makkelijk moeten denken. Ik denk dat we gewoon door moeten zetten waar we nu mee bezig zijn. En gewoon ons eigen spel moeten blijven spelen vooral. En de RCL is ook gewoon een goede tegenstander. Dus zullen we gewoon serieus mee om moeten gaan ook. Succes zaterdag en veel plezier. Dankjewel. Oh, dit is wel Matthijs Heemskerk, personal trainer van de UWS zaterdag selectie. Wat houdt dat precies in? Nou, wij trainen hier op kracht en conditie specifiek voor voetbal. Om de jongens sterker en fitter te krijgen. En zo het er nu naar uitziet, gaat dat de goede kant. Ben je tevreden over de inzet en de beleving van de spelers? Ja, zeker. Het is fijn om met deze groep te werken. Het zijn jongens die allemaal graag willen. En als je iets een tip geeft, dan pak ze het snel op en gaan we aan de bak. Dus dat is leuk. Toen je hier pas begon, hoe waren de spelers toen aan toe na de coronaperiode? Het was toen wel iets minder fit. Maar het verbaasde me nog wel. Ze konden wel redelijk meedoen, want ze hadden wel wat looptrainingen gehad. Dus de conditie was aardig. Alleen de kracht en de oefeningen voor de kracht, zeg maar, die waren allemaal een beetje stijfjes en zo. Maar dat gaat nu ook steeds beter. De jongens worden bewegelijker. Dus dat gaat de goede kant op. Maar is er nog wel groei mogelijk? Er is altijd groei mogelijk. Dankjewel, Matthijs. Graag gedaan. Kevin, hoe kijk je terug op de afgelopen periode van de UVS? Over het algemeen tevreden. Zeker als je kijkt naar de laatste 4 wedstrijden, inclusief de beker. Alles gewonnen. Met een aantal hele goede wedstrijden. En wedstrijden waarbij we zeker verbetering uit kunnen halen. En die lijn willen we aankomend weekend en de komende week natuurlijk doortrekken. Als ik naar de wedstrijden kijk, dan is het één keer geweldig en de andere keer is het wat minder. Maar uiteindelijk gaat het altijd om de winst. Je zei ook afgelopen zaterdag, wat we hier ook doen bij Van Nispen, het wordt altijd lastig. Als je 2-0 wint, dan is het niet goed genoeg, wordt het 7-0. Dan zegt iedereen, het is normaal. Alleen bij verlies, dan zal iedereen zeggen, van hoe kan dat nou? Nou ja, helemaal eens. Ik denk dat zeker HVC en DSO eerste helft, de hele wedstrijd tegen Hillegersberg, echt heel sterk spelen. Tegen Berkel was het wat minder, maar win je toch vrij eenvoudig en dik verdiend met 3-0. En afgelopen zaterdag, ja, dan speel je tegen een type ploeg. Ja, daar kan je het nooit goed tegen doen als UVS zijn in mijn optiek. En wat ik ook in de bespreking zei, van 3 punten en gauw wegwezen daar. Dus we moeten gewoon niet piepen. En een lelijke overwinning zijn ook 3 punten, toch? Meestal als je slechte wedstrijden wint, dan ben je goed bezig. Dus daar vertrouwen we op. Nou krijg je zaterdag een hele andere tegenstander die de laatste weken behoorlijke resultaten neerzet, RCL. En ik heb begrepen dat die ook dit jaar bij de eerste 5 willen gaan eindigen. Dat is hun doelstelling, heb ik begrepen. Hoe kijk je daar naar uit? Ja, we kijken er zeker naar uit. Weer een mooie wedstrijd. Maar niet anders dan een andere tegenstander als de afgelopen weken. Hoe we ons daarop voorbereiden. En wat dat betreft denk ik ook dat het druk bij RCL ligt. Die inderdaad heeft uitgesproken om in de top 5 te willen meedraaien. En dan zaterdag ons van ons ook moeten gaan winnen. Want anders zetten wij ze op 8 verliespunten. Daar we een wedstrijd minder hebben. Dus ik denk ook dat de druk bij hun ligt en niet bij ons. Nou, we kijken ernaar uit. Succes aanstaande zaterdag. Ja, dankjewel Lucas.